Een paaspiepshow, bijna. Post, <laughs> post, pa, paaspiepshow, PPP. Postpaapsie. Piepshow, ja. ja nou, pops, wat part. een uh, toonbreker met die pace. Ja, een toonbreker, een, breaker, een um, <laughs> God, We hebben zoveel gebroken nu. Um, laten, we naar, uh, ja, laten we gewoon met de CMA beginnen, jongens. Ja, en waarom en niet? Activision Blizzard. Um, zijn we nu officieel tien jaar bezig met dit onderwerp? Bijna een jubileum, inderdaad. Ja. Bijna een jubileum. Uh, er komt ja. sowieso een boek uit van ons beiden over deze zaak. En Gebundelde uh, afleveringen van de piepshow, uitgetypt. Er zijn onderhandelingen op dit moment met HBO over een serie erover. Dus uh, dat, dat gaat allemaal komen. Ik heb ook een enorme piepstol, uh, merk ik. Ja, Piepshow voor de Piepshow. Uh, piep <laughs> uh, in principe is er ook weer niet zo heel veel gebeurd, maar dat wat er gebeurt, vond ik dermate opmerkelijk. En vond de wereld ook der, dermate opmerkelijk dat het op social media echt. het ging alle kanten op. Um, waar hebben we het over? De CMA in Engeland. Het, het, het focus zich een beetje nu. Heel even in aan... de noten, op. Leg nog even. Nog een keer uitleggen is. voor de mensen die tien jaar lang geen Piepshow ja. hebben gezeten. Activision Blizzard uh, wordt. Overgenomen door Microsoft, dat willen zij. Dat kost heel veel geld. 67, 65 miljard. 65 miljard. Um, dat betekent ook gewoon dat Xbox groter wordt, meer macht gaat krijgen. En dan gaan mededing, mededingingsautoriteiten altijd even kijken van oké, okay, verstoort dit de markt nu dermate groot dat er oneerlijke concurrentie komt. Of is dat niet zo. Nou, dat gebeurt in elk deel. De FTC Amerika, CME doet het voor Engeland, de EU doet het voor Europa, overal ter wereld gebeurt dit. Er zijn eigenlijk drie platformen waar het een beetje kritiek is. Dat is de EU, maar dat lijkt nu wel over de CME in Engeland en de FTC in Amerika. In Amerika ligt het een beetje is het een beetje rustig. Maar de CME, die eigenlijk altijd zijn twijfels had over deze zaak, en dus eigenlijk aan de kant van Playstation, want dat is de grote criticaster, mm -hmm. uh, stond, die heeft, ik denk twee weken geleden gezegd, nou, eigenlijk zijn al onze bezwaren wel gewoon uh, weg. Um, Microsoft heeft aangegeven dat ze Call of Duty, want daar draait het om, ook op allerlei andere platformen wil laten uh, ont, uh, ontstaan. Gewoon of dat het daar naartoe komt. Ongeschonden, gewoon dezelfde versie. Nou, als dat zo is, dan hebben wij gewoon geen bezwaren meer. Ja. en PlayStation heeft daar nu op geantwoord. Daar gaan we, dames en heren. Um, het antwoord is dat deze beslissing surprising. Unprecedented en Irrational is. En um, PlayStation. En uh, ja, dan moet Sorry, op... dat is Jim Ryan. Dat is Jim ik... Ryan. Ja, ik bedoel, ik weet niet of hij dit zelf heeft gemaakt, dit mailtje. Maar nogmaals, mensen vallen me erop aan, maar Sony. Of Playstation is Jim Ryan. Dus als Playstation via hun advocatenkantoor of wat dan ook ja. iets uitbrengt. Dan is het gewoon bij monden van Jim Ryan. En zij ja. zeggen dit, dit besluit, dit voorlopige besluit is surprising, unprecedented en irrational. Um, zij zeggen nog steeds uh, deze markt, de console markt gaat gigantisch... Um, Anders worden door deze deal waarbij de CME dus eigenlijk zegt nee omdat Microsoft nu allerlei deals heeft gesloten, dat iedereen nog tien jaar lang sowieso dezelfde versie kan krijgen zonder enkele voorwaarden erbij. Dan hebben we dat gewoon eigenlijk uitgewerkt. Dan is er niks aan de hand en dan kan dit gewoon doorgaan. En uh, PlayStation zegt dat niet. En waar gaat het nu om? Het gaat eigenlijk om één stukje tekst uit die hele. Uh, uh, 10 pagina lange kluwen van juridisch gebrabbel over dit en dat. En toen ik dit las, uh, toen dacht ik ook van: oké, okay, nu ongelooflijk. Het gaat om punt 27. Any degradation in price, performance of quality of play on PlayStation. En dus zegt Jim Ryan wederom: Microsoft kan ons, kan ons een minder serieus, een minder waardige versie geven van Call of Duty. Oftewel. Xbox gaat bewust een beetje zitten klootviolen met de code om de, uh, weet ik veel, dat het er grafisch minder mooi uitziet, of bepaalde functionaliteiten werken, et cetera. Terwijl Microsoft zegt, nee, dat wil ik contractueel vastleggen, dat ga ik niet doen. Ze maar zeggen, weet je wat dat natuurlijk ja? ook is? Dit is natuurlijk heel erg voor interpretatie vatbaar. Weet je, je kunt altijd zeggen van hey, bij iedere uh, crash of bug of ja. glitch die erin zit, kan Sony gillen en zeggen van, zie je wel, ze zijn hem slecht aan het maken. Ja. En dat is gewoon kut. Kijk, je zou gewoon kunnen zeggen, economisch gezien heeft natuurlijk Microsoft er geen belang bij mm -hmm. om het grootste platform te voorzien van een brakke versie van die game. Dat is waarom de CMA ook mm. omgedraaid is. Die en zou, terecht. Ja. Maar in de praktijk, kijk bijvoorbeeld naar de launch van uh, uh, Cyberpunk, uh, ja. de game. Daar zag je allerlei platformen, daar liep die game voor geen ene moer op. Nee. Weet je? Ik bedoel, we hebben hem bijvoorbeeld alleen op de Xbox Series X, liep die enig, dat was het de enige console waar die goed liep. Klopt. Maar is dat een bewustie? Het gaat erom van, nee. doe je dat bewust? Ja, maar doe je, dat, kijk, dat is het stomme. Je kunt intentie, weet je, was het uh, uh, domheid of was het kwaadaardigheid? Ja. Weet je? Daar kun je, je weet het nooit. Dat snap ik. Maar het, het, toch is de instigering hiermee dat Microsoft een soort van conspiracy gaat opzetten, waarbij ze het bewust doen. Dus ja. bewust je, beschadigen van de platform, want uh, op die manier kunnen ze ons buitenzetten. zetten. Maar zelfs zetten. al doen ze dat, ja. dan doen ze dat. Ja. Weet je, als jij een bedrijf hebt en jij hebt zoiets van, ik ga nu hele brakke producten maken, en dan ga ik in mm -hmm. de winkel leggen. dan is het je goed recht om dat te doen. Ja. Je gaat er een prijs voor betalen, want je concurrent gaat namelijk diezelfde producten, die ziet van, hé, hey, er is een markt voor, ik ga ze wel goed maken. Ja. En dat is hoe de economie werkt. Je kan niet gaan lopen gillen dat de concurrent Games maakt van, een, uh, uh, van mindere kwaliteit. Ja. Je hebt er niks over te zeggen. En als je dat als je de bank voor bent, als je een probleem mee hebt, dan ga je naar Activision Blizzard toe en dan zeg je van: Laatst jongens, ik bied 70 miljard als je ja. als je uh, uh, weet je, put your money where your mouth is. Ja. En dat doen ze niet. En omdat ze dat niet doen, in mijn ogen, ze moeten gewoon niet janken. Nee, en dat, goed, dat, laat, laat dat, ik ja. het even afmaken, want oh, okay, daar da ja. gaat het begin alweer. Termijn, um, uh, uh, Any delays on release would quickly harm SEA's. Sony Interactive, bladibla. Dat is in ja. ieder geval PlayStation. Reputation and cause a loss, loss of engagement and of players. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Stel nou dat die PlayStation-versie echt minder is, dan zouden mensen misschien eerder PC of Xbox. Oké, okay. ja. dan zegt hij. SCEI's CEO Jim Ryan explained to the CME. Dus dit heeft hij tegen de CME gezegd. Zijn namelijk mensen toen ik de tweet zeiden van ah, dit is gelogen. Nee, hij heeft het echt gezegd. Het staat ook in het rapport. Uh, At the Remedies Hearing. If PlayStation received a degraded version. Of Call of Duty, it would seriously, seriously damage our reputation. Our gamers would desert our platform in droves and network effects would exa exacerbate the problem. Our business would never recover. Oftewel, als Call of Duty minder draait op de PlayStation, bewust of niet bewust, dan is PlayStation als platform kapot. Ja. Yeah. En dan pak ik er meteen even een tweet bij van wat David Hellbaby. Ja, wat een David Jeff. David Jeff heeft natuurlijk voor PlayStation gewerkt, Call of War, en die zegt: Your whole business built around one game that you have zero control over. Fuck, I've heard of not putting all your eggs in one basket, but Ryan seems to be saying that not only did that, uh, he did that, but they don't even own the fucking basket. <laughs> en dat is exact. En, ja. en en bij het begin zeiden we dit ook wel. Het kan toch niet zo zijn dat Call of Duty zo belangrijk is voor PlayStation. Dat als die game wegvalt of whatever. die hele brand. Die waanzinnige brand, die gigantische brand met al die topgames in één keer omvalt. Dat, dat is drijfzand waar je je bedrijf op hebt gebouwd. Maar, maar natuurlijk, kijk wat David Jeffries slaat, natuurlijk de spijker op zijn kop. Want ja. dat is precies wat er aan de hand is. Jim Ryan is een, is een huilende kleine baby die hier die kleuter wiens speelgoed is afgepakt in de zandbak. Terwijl hij thuis nog, weet ik veel, kamers vol met speelgoed heeft. Weet ja. je? Dat is wat, wat, wat dit is. Um, of niet? Nee, jawel. Ik bedoel, dit, ja? hij, hij, dit, het is gejank, Weet je, kijk, het, ik bedoel, je moet als ondernemer altijd vanuit je eigen kracht kunnen denken. Mm -hmm. En dat doet PlayStation ook heus wel. Maar hier in deze rechtszaak zien we echt het aller, aller, aller kinderachtigste van het merk. En dat is gewoon het probleem dat de mensen die PlayStation groot hebben gemaakt, zijn weg bij PlayStation. Ja, 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 ja. En de mensen die er nu zitten, dat zijn die inclusief georiënteerde woke sukkels, zoals deze Jim Ryan, die gewoon niet in staat zijn om te zien wanneer ze gewoon een keertje op moeten houden met dat geklaag en het gejank en hun entitlement en dat ze recht hebben op dit en recht hebben op dat en dat het niet eerlijk is en zijn ze groot en wij zijn klein. Ja. Ze zijn fucking de nummer één console in de wereld en ze ja. zijn aan het huilen over, over, over één fucking game. Ja, ja. Weet je, over alleen Call of Duty. Ja. Waar is, is hun shit, weet je? Waar zijn hun games? Waar is, Zij zijn bezig om Netflix-series te maken van dezelfde uitgekoude game die maar die ja. blijft worden. Ja. Waar is hun originaliteit? Alles wat Playstation vroeger was, is weg. En dat, heb, dat hebben we aan Jim Ryan te danken. En dat hebben we ook te, nou ja. aan onze Nederlandse uh, grote vriend Herman Huls te danken. Die ook helemaal geen flikker doet daar uh, in, 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 in Californië. Waar zijn die games gebleven? Ja. Waarom gaan ze niet ondernemen? Waarom gaan ze geen games maken? Je bent een fucking game. In bedrijf. Nou ja, dit, dit, dit begint nu wel steeds duidelijker te worden dat die strijd die er op een gegeven moment een aantal jaar geleden is geweest tussen uh, Leden en uh, want die was daar verantwoordelijk voor en dus waarschijnlijk het kamp Ryan. Ja. Uh, Leden heeft daar aan het korte eindje getrokken, uh, mag contractueel nog niet zeg maar het achterste van zijn tong laten zien, maar het lijkt er wel op. Hij stond altijd voor diversiteit, dus veel wat PlayStation veel titels maakte, ze, zeker die paar Maar grote dat, klappers. dat is ook voor zijn tijd, hoor. Dat heeft PlayStation altijd exact, gedaan. Experimentele dingen uitproberen. Uh, um, en nu... maar, maar het is die, weet je, het is een ziekte in die gamesindustrie. En we ja. zien het al. Ik bedoel, wij zitten er al 30 jaar in. Weet ik veel, weet je. En we zien het keer op keer weer. En die ziekte die bestaat eruit dat die bedrijven serieus denken dat er een formule bestaat voor succes. Dus als ze op een ja, gegeven moment een keer ja. een hit scoren met iets, mm -hmm. dan zeggen ze. We hebben het ontdekt. We hebben een formule gevonden voor ze. We gaan nu alleen nog maar dit soort games maken. Vervolgens zijn gamers zijn die fucking serie zat op een gegeven moment. Elk jaar een nieuw ja. deel in dezelfde fucking cutshit. En die zijn het zat. Die kopen het niet meer. En dan, oh paniek, oh paniek, wat moeten we nu doen? Weet je? En dat is gewoon, ik begrijp niet waarom al die idioten die die bedrijven leiden... Die <laughs> Keer op keer opnieuw het wiel moeten uitvinden. Steeds weer hetzelfde doen. Ho, we mm -hmm. hebben een formule voor succes. Oh, we gaan alleen nog maar dit doen. Hop. En dan gaat het weer down the drain. En er zijn altijd weer opnieuw van die managers, van die talentloze sukkels. Sorry, maar ik word er echt boos van. Ja. Die zich voor dat karretje laten spannen. En denken van. Ja, ik weet het. Nu ga ik dit doen. Ik dit Excel sheet. Hier staat precies hoe ik mijn baan goed kan doen. En vervolgens. Alle creatieve mensen zijn weg. Alle creatieve studios gesloten. Iedereen die bij uh, uh, met een goed idee die, die vertrekt, die gaat een indie-project doen of die gaat uh, voor een concurrent werken waar ze wel de ruimte mm -hmm. krijgen, want binnen die bedrijven hangt er een spreadsheet-cultuur waarbinnen alleen nog maar een bepaalde van tevoren gestelde doelstelling moet worden voldoen. wat mm -hmm. gewoon nooit een goede game oplevert. En ja. we kunnen ze opnoemen. Het is Sony. Het is, het is um, Ubisoft. Uh, weet je, we zien hetzelfde bij EA gebeuren. Mm -hmm. bij, al die grote developer uitgevers gebeurt hetzelfde ja. en die op een of andere manier, het is een fucking kankergezwel die mensen en ze blijven maar daar aan de top zitten en ze blijven maar doorgaan. Ja, ik ben, ik ben, dit is gewoon 30 jaar frustratie. Ja, weet nee, je. Ik, 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 ik ben met een je eens. Ik, ik probeer het een beetje te analyseren in die zin um, dat ik denk, kijk, ik denk dat Jim Ryan en, en het management daar wel in fucking paniek is. En waarom? Laat ze, ze lekker in paniek zijn. Omdat ze, omdat ze op het verkeerde paard hebben gewet. Um, kijk, als je kijkt naar gaming tien jaar geleden en game, gaming nu... dan zie je dat er een ander type games heel populair is... en dat natuurlijk ook de, de microtransactions hebben daar hun intrede gedaan. En wat zagen zij? Ze zagen gewoon dat 80% van hun inkomsten kwamen uit die third party... en die microtransactions. En dat was prima, want PlayStation was leading. Dus iedereen ging daar spelen. Dus alles kwam zo met die licenties en alles kwam lekker binnen. Ze hebben nooit... Het idee laat ik zo zeggen. Ze, ze, ze wisten wel dat Microsoft met iets zou komen: de mm. Game Pass. Um, ze waren er niet zo heel erg bang voor. Terecht, want Xbox, ja, goed, dat, dat moest ook maar eens bewijzen dat het was. Totdat in één keer ze zei: uh, uh, Microsoft gewoon echt de poeplap trok. En mm. gewoon fucking Activision ging kopen. En toen dachten ze: ja. fucking hell. Nu wordt alles onder ons vandaan getrokken. Want. Dan die third party games met al die inkomsten, die kunnen wel eens weggaan. En dan blijven we over met die verouderde single player games. Die hartstikke mooi zijn, maar waar geen MT's en niks aan vast zit. Kut, wat moeten we nu doen? Oh, binnen. We gaan nu tien service games maken. Ja, dat duurt nog vier, vijf jaar, weet je wel. Ze zitten vast. En op dit moment is dit vrij acuut. Dit betekent gewoon, ze brengen drie, vier grote games per jaar uit. Als third party verwijt. Stel dat dat gebeurt, weet je wel. Waar zijn de inkomsten dan om dat bedrijf overeind te houden? En dat betekent gewoon dat de visie van Jim Ryan gewoon niet de juiste was. En ja, dat kan je erkennen. Uh, en dat doet hij dan niet. En dan gaat hij tegenstrippelen op deze manier. Maar dan gewoon roepen dat als één game verdwijnt. Of nog sterker nog, de conspiracy gaan aanhangen van ja, maar als Microsoft nou bewust onze mindere editie geeft, dan is onze hele brand kapot. Dat gaan ze vast doen. Daar wees hij dan weer mee naar Redfall. Redfall, dat, uh, dat zou eerst voor de PlayStation 5 uitkomen. Dat heeft de maker gezegd. Die zei: Ja, toen werden we gekocht door Microsoft. En toen is er geen PlayStation. Toen moest de PlayStation 5 versie moest stop worden gezet. Zie je wel, zegt Jim Ryan. Zie je wel, dat is wat ze gaan doen. Dat is wat ze gaan doen. Had nou gewoon het tienjarige contract getekend. Dan was je de komende tien jaar ervan af geweest. Doet hij niet. Ja. En, en hebben dus dit. En ik vind dat bizar. Een groot bedrijf wat zegt van iets wat ze niet in handen hebben, als dat weggaat, dan zijn we kapot. Dat is Ja, nee, maar is bizar. Het is, het, die hele situatie is te absurd van woorden. Ja. En um, kijk, wat je hier ziet, is de, uh, eigenlijk de interne aankondiging van PlayStation. Dat we aan de vooravond staan van gewoon een hele... Uh, um, grote correctie in PlayStation. Mm -hmm. ik bedoel als, als investeerder, en ik heb geen uh, investering, in, ik heb niet een aandeel PlayStation, maar als je hier als investeerder naar kijkt, dan weet je gewoon van ja, de PlayStation, de prijs van de PlayStation-aandelen gaat een hele grote correctie doormaken. Ja. En um, uh, het zou me verbazen als je dat niet nu al ziet. In de, uh, ik heb niet recent gekeken naar de stockprijs van, uh, van, uh, van, van, van Sony. Um, maar goed, dat ga ik nu eventjes opzoeken. Je moet even die, die dingen accepteren, inderdaad. En dan zeg je even een jaar of vijf jaar, weet ik het. Eén dag, zeg maar zes maanden of zo. Nou, dat zie je nog niet echt terug. Maar nee. dit is natuurlijk de Sony-groep. Ja, is, dat is alles dus bij dat elkaar. dat is het lastige, dat je die, 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 die Playstation... Uh, uh, maakt natuurlijk een groot deel uit van de omzet van, uh, van Sony. Um, neemt niet weg dat het... Um, ja, we gaan gewoon een flinke correctie hier zien. Ja. En dat uh, uh, dit is een mooi, een mooi verkoopmomentje, weet je. Dus uh, <laughs> ja, je gaat, uh, um, ja, PlayStation gaat gewoon een zware correctie doormaken. En dat uh, uh, dat gaan we terugzien in ook nog eens een keertje in de groei van Xbox. Ja, het is ja, pijnlijk. Ik, 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 ik zie het ook wel. Um, want ik, laat, laat ik het zo zeggen. ik, ik ik wilde dat onderwerp als laatste doen. anders lijkt het wel weer alsof we alleen maar op PlayStation het haten zijn maar pak ik het er gewoon even bij kijk maar uh, ik haat niet per se nee, PlayStation dat weet ik. ik haat dit soort managers ja en die zitten overal hoor ik bedoel het samen verbazen als ze niet ook oh, bij Microsoft 100 zitten 100% zeker maar het is wel zo van ze hebben gewoon misgegokt en dat kan ook zijn vanuit een een, een, een gemak, gemakkelijke slash gemakzuchtige positie van we zijn markt... en serieus. Ze, ze, ze versloegen Microsoft op alle fronten, dus zoiets van oh dat gaat de komende twintig jaar nog wel door. Dat ja, dat, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat op je lauren gaan rusten en dan in één keer gepakt worden, dat is lastig. Kijk, wat je wat, wat ik nu begin te zien is, is toch een soort van paniekmomenten. momenten. Hè? we hebben onlangs de last of us gehad op PC overgezet, die beeld was. No fucking way, klaar. Dat was buggy. Het was laggy. Het heeft de laagste cijfer ooit voor een Naughty Dog game gekregen. 1.8 of zo. Mensen waren laaiend. Waarom brengt PlayStation dit uit? Ja, de serie was net op televisie. Daar moesten ze op meelopen. Een gezond, goed geleid bedrijf had altijd gezegd. En ik, dat zeg ik ook van. Er zijn bedrijven voor mij. Pak een beetje tien jaar geleden. Dan had ik altijd gezegd PlayStation, Rockstar, Nintendo. Dat Blizzard, die games zijn altijd goed. Dat zullen ja. ze nooit doen. Nou, nou ja. Rockstar heeft het al geflikt met GTA Trilogy. En PlayStation doet het dus nu gewoon met een pc-versie, dat heeft er alles mee te maken. Er moet geld komen, anders doe je dit niet. Je maakt ja, maar, maar het, is kapot. het is, maar dat is niet de, kijk, geld moet er voor iedereen komen. Dat ja. is niet de reden waarom games slecht zijn. Waarom games dit, slecht dit, zijn, is omdat gewoon die projecten niet het, goed gemanaged zijn. Tuurlijk, worden. dat en dat snap ik, kijk, maar dan breng je het niet uit. Waarom brengen ze het slecht uit? Omdat dat is, omdat wat ik zei, die de, de management is zo slecht exact, ja. en niemand wil verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dus... Als jij een game niet uitbrengt op de datum waarop die uit moet komen, dan ben jij als manager verantwoordelijk voor die beslissing. Mm -hmm. Maak je die game slecht op dat moment, dan kun je je als manager verschuilen achter de onkunde van het team, bij wijze van spreken. Nou, dat is wat hier gebeurt. Mm -hmm. Dus die zwakke managementlaag die ja, PlayStation ja. op dit ogenblik echt kapot maakt, die doen dit soort dingen. Omdat ze zelf geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Omdat het gewoon hele zwakke mensen zijn. En dat uh, je ziet het in al hun uh, beslissingen. En je, ik weet. Ik zie nu toevallig waar je heen wil uh, ja. bij het volgende item. Over, over uh, PlayStation VR, um, daar moet dan bijvoorbeeld ook daar gokken ze nu heel erg op. Maar dat is een goed voorbeeld: PlayStation uh -huh. VR is een het VR2, is natuurlijk ja. een voortborduur-borduursel uh, op iets wat al bestond. PlayStation uh -huh, VR, klopt ook daar weer. Daar had je moeten ingrijpen, moeten kunnen, kunnen kijken en zeggen: Van luister, leuk, technisch gezien interessant, uh, financieel gezien niet interessant, hop, streep door, klaar, doei, laat het je. Of je brengt het onder in een soort indie uh, development proces, weet ik veel. Misschien doe je iets om het nog een beetje te laten bestaan. Ik weet het niet, maar uh, niet groots commercieel uitrollen en er serieus geld in steken. Dat durft Sony niet. Vervolgens uh, valt de Verkoop van de PlayStation VR2 natuurlijk tegen. Natuurlijk valt het tegen. Ja, 250.000 zijn er nu verkocht. Ja, maar het is een kut product. Het spijt ja, me. Het Ik snap duur. dat mensen er plezier me hebben, hartstikke leuk. Maar er is geen content. En er gaat ook geen content ook niet komen. Want 250.000 is niet genoeg. Een miljoen is ook niet genoeg. 10 miljoen is niet eens genoeg. Dus zoveel moet je er gaan. Je moet er 100 miljoen van die dingen verkopen. Willen mensen er serieus content voor gaan maken. Gaat niet gebeuren. VR is een gimmick. Niks mm -hmm. anders dan dat. VR is een gimmick. En iedereen die zegt dit is niet een gimmick. Wat is een grote business? We gaan dit en dat. En mijn bedrijf verkocht dit en voor zoveel geld en dat. Het is allemaal een fucking gimmick. Het <laughs> is geen serieuze business. Ja. Je, je moet uh, doelstellingen hebben, zoals uh, uh, weet je, het succes van de PlayStation 4, zoals het succes van Game Pass, het ja. succes van Steam. Dat zijn doelstellingen. Dan heb je het gewoon over honderden miljoenen gebruikers. En um, ja, ah. daar moet je heen. En dan gaat die plek Of überhaupt via. Gaat never, nooit niet die kant op. Nee, nee, dat is waar. Inderdaad. De, de, dit is van een, een vrij goed ingevoerde uh, persoon. Een, een, volgens mij is het een Japano of een Chinees. Een van de twee die dit echt in de gaten houdt. En die kwam naar buiten. Inderdaad. Dat ze hun uh, production plan hebben ze dus ook met 20% gekort. Oftewel, ze, ze, tot nu toe verkochten ze het ook niet in de winkels. Maar eigenlijk alleen via de website. Het moet nu nog naar de winkels gaan kopen. Maar feitelijk is de aantrekkingskracht gewoon te laag. En... Als ik een winkel zak, die shit niet in de winkel. Nee, nou ja, Want het ja, dat het neemt dat, alleen maar ruimte het, in. Het neemt schapruimte in. Dus ja. dat is weer een pijnproces. Wat allemaal geproduceerd is. Weet je wel, wat dus feitelijk al. Je hebt het geld al uitgegeven. Het verkoopt weer niet. Um, weer een probleem. Dus je hebt de PC shit. Uh, je hebt dit. Um, PlayStation 5 is dan nu wel opgelost. Dus dat verkoopt dan eigenlijk best wel heel erg goed. Maar dan heb je de games er weer niet. Het is gewoon. Maar als je als bedrijf. He, ja. Als je gewoon als bedrijf het toestaat. Dat je geld en resources gaat steken uh -huh. in een product wat geen levensvatbaarheid heeft. En je weet dat van tevoren. Dan ben je ten dode opgeschreven. Nou, Kijk, als je ja. overvallen wordt door veranderende marktomstandigheden. Dat is één ding. Dat is wat, daar kun je niks aan doen. Dat kan ja. gebeuren. En dat gebeurt iedereen. Maar als je gewoon weet dat PlayStation VR niks doet. En je gaat willen zijn wetens door. En je gaat PlayStation VR uh, uitbrengen. Mm -hmm. Ondanks dat er geen support is van uh, je, je, je developers, ondanks dat er geen content is en weet ik wat. Dan ben je gewoon dat bedrijf, de grond in aan het boren. En dat is ja, wat je ziet ja. bij slecht management. Dan worden dat soort beslissingen genomen omdat het alternatief namelijk je je, je je rug recht houden en gewoon zeggen waar je voor staat en zeggen luister dit kunnen we niet doen want het is een het project heeft geen toekomst er valt geen geld te verdienen in die VR-business uh, dit moeten wij als Playstation zijnde niet doen nee. als je dat niet durft omdat dan je bang bent dat je je baan kwijt bent omdat je uh, weet je zwakke managers die kunnen het ook niet hebben als iemand de waarheid spreekt Nee die willen alleen dat hun reed gelikt wordt en dat is dus nu nu zie je dat dat aan de hand van die PlayStation uh, cijfers, van die VR cijfers, zie je dat is het niveau van het PlayStation management. Het zijn slijmballen die elkaar ze reedlikken en als je dat niet doet, dan kun je vertrekken bij dat bedrijf. En dat is de cultuur die Jim Ryan daar heeft aangebracht. En dat is waarom PlayStation ook alles wat er gaat gebeuren met PlayStation verdienen ze ook. Want dit soort mensen, ongeacht voor wat voor soort bedrijf ze het werken, zijn niet in staat iets anders voor elkaar te krijgen dan de taloorgang van het bedrijf waar ze voor werken. Is het ja? Kijk, op zich kun je als bedrijf, kun je natuurlijk wel proefballonnetjes oplaten. Maar dat doet, Google doet dat bijvoorbeeld veel, Amazon doet dat veel. Dat is Doe die hele dat in de indie scene. Ja, nee, maar goed, ik denk als jij bijvoorbeeld, uh, Microsoft doet het ook. Maar dat zijn wel bedrijven die een surplus aan geld op de bank hebben. Uh, over het algemeen ook gewoon behoorlijk winstgevend zijn. Omdat hun grote projecten gewoon heel erg goed draaien. Dus dan kunnen ze gewoon dingen gaan proberen. Ik heb het idee dat Playstation nog altijd in die... Wereld die ze van, van, van 10, 15 jaar terug toen ze gewoon almachtig waren, weet je wel. En die tijden zijn veranderd. Er is een er is een markt. Het is een verschuiving in de markt. Dingen zijn anders geworden. Andere type games, uh, de verdienmodellen gaan anders. En in plaats dat ze nu denken van, oké okay, jongens, we moeten ons herbezinnen. Weet je wel, van dit gaat dus niet goed. We kunnen niet, we kunnen niet op vijf velden tegelijk spelen, weet je. Mm -hmm. dat, dat gaat, want ze willen nu ook waarschijnlijk weer een handheld gaan uitbrengen. Een, een, een streaming device, yes, weet je. Terwijl so al die andere partijen van LordStack en Race komen, dan komen zij er nu ook mee. In plaats dat je op een gegeven moment zegt van, oké okay, jongens, dit, laten we ons focussen. Ook omdat onze portemonnee niet zo groot is. Laten die we die ons PlayStation focussen. 5 redden, man. Exact. Dat dat gaan, laten we er is geen content. Precies. PlayStation 5... Vette games maken. Een oorlogspotje maken. Om misschien wat, wat studio's of publishers over te nemen. Dat is onze core business. Dat is ook exact wat Nintendo doet. Natuurlijk doen zij de dingen naast. Maar dat is altijd wel een afgeleide van wat succesvol is. Zij gaan ook niet denken: van oké, okay, nu gaan we ook nog een 4K-console uh, doen. We gaan, nee, ze kijken naar die VR. Dan denken ze: nou, ja, het is leuk. Ongetwijfeld dat mensen uh, Mario in 3D willen. Maar. Wacht niet dat we er nou heel veel van gaan verdienen. Bovendien kost het ons hartstikke veel geld om te ontwikkelen. Laten we gewoon lekker op die Switch focussen. Dat heb ik het idee van. Ze willen gewoon niet toe aan het feit dat PlayStation. van nu niet meer de PlayStation van vroeger was. Ja. En dat betekent ook dat opeens third party. want zo zit die wereld in elkaar. die likte altijd de reed van PlayStation. Want dat gaat allemaal wel naar buiten komen. hoe fucking. hoe dwangmatig ook vaak. Uh, uh, die, die contracten waren. En nu hebben ze iets van. Maar nu hoeft het niet meer. Nu, gaan ja. we, nu kunnen we ook naar Xbox toe. En nu kunnen we ook naar de PC toe. En dan is het fuck you uh, Playstation. Maar het, 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 het rare is. Kijk ik, ik vind Sony is de underdog. En Playstation is de, de topdog als het ware. Microsoft is een veel groter bedrijf dan Sony. Ja. Ik, ik ben helemaal geen fan van Microsoft. Nee, 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 ik hou nee, niet nee, van nee, Windows. Nee, nee. Ik hou nee, niet nee. van Office. Ik hou niet van de, de dominante positie die ze in de wereld. Ik nee. haat fucking Bill Gates. Dat ja. vind ik echt gewoon een smeerlap. <laughs> um, maar goed, weet je, de Xbox, daar heb ik toch altijd een zwak voor gehad. Ja. Ik heb ook altijd een zwak gehad voor PlayStation. Omdat het gewoon een echt gamermerk was. Ja. En er zijn twee periodes geweest in de geschiedenis van Playstation, door de jaren heen, waarin Playstation gewoon niet oké okay was. En dat is met de launch van de Playstation 2 geweest. Daar hebben ze echt een ontzettende miskleun gehad. Toen dachten ze ook dat... Playstation ze... 3? Nee, Playstation 2. Oh, okay. En dat, dat, weet je, toen stonden ze tegenover de Dreamcast. Dreamcast was de betere console. Met geliegen en gemanipuleerd hebben ze zichzelf een weg naar boven uh, weten. Precies wat je nu ziet, was een ander tijdperk. Je had toen geen social media, niet zoals het nee. nu is. Nu ligt alles van die hele fucking rechtszaak op straat. Ja. Dat was toen niet zo. Nu zie je gewoon van dat wat ze toen ook al deden doen ze nu weer, en nu doet het schade. PlayStation 3 was goed, PlayStation 4 was ontzettend goed, en nu zie je weer van hey die mentaliteit van die PlayStation 2-tijdperk keert weer terug. Ja, het is cyclisch blijkbaar. En uh, Met als enige grote schuld nu ligt het op straat. En ik denk dat het nu zoveel schade doet dat het niet alleen PlayStation mee het afvalputje inneemt, maar misschien wel heel Sony mee het afvalputje inneemt. Ja, maar PlayStation is wel echt dragend. Ja, en ik hoop niet dat dat gebeurt. Nee, want nee, ik ja. denk dat uh, uh, Xbox heeft een goede, sterke concurrent nodig. Ja, ja. Want als ze dat niet hebben, dan echt serieus, dat wordt de empire en ja. Star Wars, <laughs> weet je, die worden echt ja. pure evil. Um, dus ze hebben dat nodig. Um, maar goed, Playstation op dit ogenblik is echt alles aan het nee. doen om, om de boel uh, om zichzelf in de voet te schieten. Ik, ik hoop echt serieus dat er een paleisrevolutie komt daar aan boord. En dat ze op een gegeven moment Jim Ryan terugflijt en zeggen van oké okay, jongens... Ja, die moet ik uit, die moet op staande voet ontslagen. Worden. Fuck dit hele proces, laten we alsjeblieft erbij neerleggen. Want dit gaan we echt uh, op deze manier niet winnen. Laten we ons focussen op van hoe kunnen we vette games maken voor de Playstation 5. Want... Heel veel gamers zitten erop te wachten. Ik zit erop te wachten. Bol zit erop te wachten. We willen gewoon fucking oude en ik gaming wat shit ik terug. Wat ik niet begrijp. Het is een Japans bedrijf. Ja. Kijk naar fucking Nintendo. Weet je? Kijk ja. hoe ze dat doen. Kijk hoe ze door een crisis zijn gekomen. Kijk hoe ze Disney van het lijf hebben gehouden. Kijk wat een succes ze nu hebben. Ja. Waarom kun je dat niet zelf bedenken? dat je kijkt hoe ze dat doen met die content, hoe ze doen met de diversiteit van de content, hoe ze het doen met het in de markt zetten van die consoles, hoe lang ze die consoles trouw blijven, hoe hoe trouw ze hun doelgroep blijven. 3 miljard gamers boos. Dat is die ze willen bereiken. Ja, maar dat is het. Dat is die grote broek aandoen en die moeten ze even niet aandoen. Maar goed, we gaan weer zien waar dit toe leidt verder. Ik wil even. Dit is natuurlijk wel leuk. Dit is een Zubi tag. Een meneer die om de zoveel tijd uh, een, een soort van rekensommetje maakt. Uh, en jij hebt hem ook hier al eens gemaakt: van het, is het aantal aandelen, maal weet ik van de omzet, weet ik van wat de uh, profit and earnings Zo ratio is ongeveer het, een bedrijf ja. waard. Wat moet, er, moet je, uit je uit je portemonnee trekken. om bijvoorbeeld een Electronic Arts te kunnen kopen? Nou, Electronic ja. Arts is op dit moment het duurst: 34 uh, miljard dollar. Uh, Nexon is ook behoorlijk duur. Take two: toch ook nog wel 20 miljard waard. Rockstar zit daarbij. Bandai Namco daar hebben we het eigenlijk helemaal no nooit over, maar Bandai Namco en Capcom die zijn echt het weer heel erg goed aan het doen, gewoon ja. met games maken, ja, met uh, echte games, met ja. games voor fans. Ja. Uh, ja, Konami, uh, Embracer Group, uh, ja die komt natuurlijk ook steeds meer omhoog. Hey, ik vind dat eigenlijk Embracer Group ondanks uh, dat ze heel erg in de lift zaten nog relatief klein, hè, ja. vergeleken Konami en Capcom, maar ik echt zoiets dat van ja dat waren een beetje te gang. dat een beetje te gegaan, weet je ja. dat? Uh... Even kijken, uh, Koei hebben we hier nog, Square Enix, ja dat die is toch wel een beetje het kind van de rekening. Dus ook een van de gedoodverfde, overname kandidaten net Marble. Uh, Nooit, warte, wat is net Marble? Ik zou zo het zo niet weten. Ik denk dat het uh, uh, casual Mobile shit is. Wie missen we hier? Is inderdaad, Ubisoft, die is hier gewoon helemaal weggevallen. Uh, in februari stonden ze nog op 7. En inmiddels zet hij ze al niet meer bij de top 10 neer. Maar dat vind ik. Ik bedoel, als Ubisoft in februari 7 miljard waard is. Ja. Even kijken, als je naar Konami even kijkt. Die waren in februari kleine 8 miljard waard. En die zijn nu. Wat is Konami? Uh, ja, 6,5. Ja. Ik bedoel, dan is. Capcom dan ook. is Ubisoft is toch ook, weet ik veel. Stel dat daar anderhalf. Stel dat er 2 miljard op staan, is het 5 miljard waard. Dat is nog steeds meer dan Sega. Ja. Ik geloof niet dat, uh, dat Ubisoft. Maar ja, het zou wel kunnen. Ze hebben natuurlijk 10% verkocht voor. wat was het? Hoeveel miljoen hebben ze dat gedaan? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik, volgens mij was het 200 miljoen, maar ik weet niet meer. Maar dat, dat zou dan zeggen dat, dat Ubisoft ja. 2 miljard waard is. Misschien, misschien heeft hij het niet berekend. Het feit is wel dat uh, Ubisoft uh, de afgelopen maanden, de afgelopen tijd, gewoon uh, miljarden aan het bloeden is. Weet je wel, in, Kijk eens in naar, de, naar, de, naar de aandelenkoers. Van, ik uh, ga even daarvoor kijken. Um, ik, wat ik al zeg voor... Uh, je ziet nu al allerlei speculatie van hey, die Activision Blizzard uh, aankoop. Die is nu toch wel redelijk uh, in kan en kruiken. Nu, kan, nu kunnen ze gaan kijken of ze bijvoorbeeld ook een Ubisoft, maar met name op, op, op Japan. Hè, daar wil Microsoft natuurlijk echt nog wel iets hebben. Daar hebben ze eigenlijk nu niks. Um, waar kunnen ze kijken? Ja, en dat, als je het hebt over. Weet je wel, het gaat een klein beetje weer omhoog. Maar goed, ja, het ja, zijn... Dat, dat zijn de overnamegeruchten. Even kijken. Een, weet je, die, ja, ze, ze hebben Het gaat weer... niet een klein beetje omhoog, hoor. Het uh, 4 in de afgelopen maand ja. Dat is niet slecht. En dat, uh, dat heeft alles te maken met de overnamegeruchten. Ja, want de, de games komen er. De... Maar je ziet nu de beurswaarde van het bedrijf is 2,82 miljard. Dat is, maar dat was in februari. Uh, want dit, je hebt, je zit, kijk eens even naar. Uh, ja. Uh, year to date, Y uh, to uh, day. Hier zie je dat. Wat was dat in, uh, in februari? Even kijken. Neem het hoge punt in februari. Kijk eens als 7e. je een beetje naar rechts gaat. Ja, uh, oké. Okay. Nee. Kijk eens, ga eens naar rechts met je muis. Ja, eentje. Daar, ja. Nee, nee, terug. Daar, februari. Eentje. Ja, daar. Daar was het 21, uh, was het waard. En het is nu 23, nou, bijna hetzelfde. Hij zegt dat in februari was uh, um, uh, hoe heet het, uh, uh, Ubisoft 7 miljard waard. Nee, wat hij zegt, de, uh, waarschijnlijk heeft hij een of andere uh, formule... zoveel mm -hmm. keer de winst of zoveel keer de yeah. omzet heeft hij gedaan. Want je ziet dat de, de market cap in februari... zo waarschijnlijk ook om en nabij de mm -hmm. 2,5 miljard zijn geweest. Nou ja, wat, kijk, dat rekensommetje maak je natuurlijk ook van... Het is ook maar wat de gekke voor geeft. Hè? Bedoel, ja, maar het uh, is niet wat de gekke voor geeft. Je ziet wat het waard is. Nee, dat nee, bedoel ik. Van, maar maar dit is, ik bedoel, dat rekensommetje is hoger dan wat het waard is. En dat, 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 ik denk dat ze dat ook meenemen. van, oké, okay, Wat is de winstgevendheid? Wat kunnen we ervan verwachten? En dan kan ik er zoveel uithalen. bedoel, uh, Activision is ook te duur gekocht, feit. Want dat is volgens mij 91 euro. Per aandeel of zo. En terwijl ja, maar nu wat niet meer zou was. je hier bieden? Ik bedoel, met een aandelenkoers van 23,69. Nou, bied, doe gek. Bied 30 euro. Op psychologische grens. Ja. Uh, hop, dan koop je. En haal je dat hele bedrijf van de beurs af. Mm -hmm. Nou, dat gaat je dan uh, pak een beet. Uh, um, nou, weet ik veel. 3,5 miljard kosten, zoiets. Mm -hmm. Nou, dan heb je voor 3,5 miljard heb je Ubisoft. Dat maar, hoeft echt niet meer te zijn. Nee, precies. Want het vooruitzicht is gewoon niet goed. De komende twee jaar zien ze gewoon geen zie ik geen grote games van waar ik denk van oké okay, wow dan gaan we echt een hoop geld verdienen dus ja, um, ja Ubisoft het blijft fucking wankel allemaal uh, wat daar uh, ik, gaat ik denk gebeuren. niet dat het dat de waarde volgens de Ubisoft rekenmethode <laughs> de reden is dat Ubisoft er niet in staat nee Want dat de Ubisoft zou volgens zijn methode nog steeds vijf misschien 5,5 miljard waard moeten ja. zijn dus dat, ja, uh, goed. dat snap goed ik niet helemaal nog steeds we hebben het ook al vaker laten zien ooit wilden ze Electronic Arts nagaan ja bedoel dat is gewoon dat, dat bedrijf is dus bijna zes keer meer waard. Ik, bedoel, dat, dat, ik dat, weet nog dat uh, Endemol 10% uh, van de aandelen van uh, ja. uh, EA had. En dat uh, en Ubisoft had. Ze dus dat 10% van de en, aandelen En terecht. Ubisoft. Er is een tijd geweest dat, dat ik ook dacht van... Fucking al die gasten zijn zo goed. Innovatief, nieuwe IP's. Tof, het was een, was een rock'n'roll bedrijf. Het was leuk, weet je. Van Die gaan ver komen. En ja, toen zijn ze weer inderdaad slechte managers. Op de lauren gaan rusten. Te veel dezelfde games uitbrengen. Uitmelken, uitmelken, uitmelken en paf. Ja. De bubbel is geknald. Um, laatste stukje. Um, dit vond ik wel interessant. Uh, we hebben het eigenlijk heel weinig over. Het is, uh, maar ik dacht van: hé, hey, uh, Mario, Movie, Nintendo, we houden er allemaal van. En Nintendo is een van de weinige bedrijven die echt samen met PlayStation stevast wel hun grote releases lokaliseert. Ik weet niet, jij speelt veel met, uh, met jouw kit Nintendo ja. games. Doe je het op zijn Nederlands? Ja. Ja. En deze man, um, Roel Jans, is content consultant uit uh, Nintendo Benelux. En um, hij ziet. Hij uh, ziet er ook uit als een content consultant. Absoluut. Ja. Uh, en hij uh, zegt van, ik zie dat veel Nederlandse Nintendo fans de internationale social media kanaal. Niet Nintendo Benelux, maar Nintendo UK Nintendo.com ja. volgen. En um, dat is ook waar de content vandaan komt. Hij zegt ook van. Uh, wij doen heel erg ons best met localisatie. Dat is ook zo. Nintendo stopt daar veel geld in. Uh, dat kost ook gewoon veel geld. Het moet vertaald worden. moet weer ingesproken worden. Bladibladibla. Nee, maar dat zeg sorry. Dat is absoluut niet waar dit over gaat. Dit ja. gaat over het feit, over wat voor soort social media kanalen, wat voor soort uh, nieuwsbronnen volgen Nederlanders. En dat zijn dus buitenlandse kanalen. Het gaat niet over de mm -hmm. lokalisatie van games. Ik dacht dat het ook wel een beetje... Um... Ja, het, staat er, het staat er toch. Dat veel Nederlandse Nintendo fans nou, okay. internationaal social media kanalen ja, in plaats al... van onze lokale kanalen. Oké. Okay. Goed, mijn fout. Uh, maar dan nog steeds de strekking is dus van. Uh, ik heb dat ook. Ik, ik, uh, ik zal niet zo snel naar Nintendo Benelux gaan. Of naar pff, Bethesda Benelux of whatever. Ik ga gewoon naar de internationale site toe. Omdat ik vaak de vertalingen gewoon. En serieus hoor, ik bedoel, Nintendo doet het trouwens wel goed, maar vaak is het ook een soort van. Nee, maar dit, luister, wat is de meerwaarde van een lokaal kantoor? Weet je, je wil de lokale markt bedienen, maar mm -hmm. wat als je, uh, je, je je klanten allemaal Engels kunnen en gewoon. Uh, die, weet je, ik bedoel, als er een Nintendo Direct wordt vrijgegeven, ga je dan naar het Nintendo-kanaal of ga je naar uh, het Nintendo-Nederland-kanaal? Waarom zou je naar Nintendo-Nederland gaan als die ja. Nintendo-Direct in het Engels is? Ja, hij zegt, Dat doe je dus niet. Ja, hij zegt het wel hier zo toe. Toegeef, sommige termen klinken niet zo vlot als de Engelse tegenhanger. Maar in onze initiële onderbuikreactie verliezen we vaak uit het oog hoeveel meer toegankelijk deze games zijn door een localisatie. en hoeveel werk er in dit proces steekt. Dus daar heeft hij het toch wel een beetje. Ja, ja, over. Daar zou je dan content uit kunnen halen. Dus als je, ja. als je het bijvoorbeeld hebt over. Uh, zeg de Mario film. nu bijvoorbeeld, wat nu heel hip is. Ja. Uh, als je daar trailers van wil kijken. Uh, en ik zoek een trailer inderdaad, want dat heb ik gedaan voordat we naar de bioscoop gingen. Dit weekend uh, uh, gingen we trailers kijken. Dat hebben we allemaal Engelstalige trailers. Het is niet in me opgekomen om nee. te gaan kijken of er een Nederlandse trailer is. Het is niet in me opgekomen. Terwijl ik wel naar een Nederlandstalige film ga, um, is het niet in me opgekomen die trailer. Hoe nou komt ja. dat? Nou ja, dat vind ik ook interessant. En, en maar uh, hij, zei, hij, hij stelt de vraag, maar hij beantwoordt hem. Hoe komt dat? Hoe komt het dat die Nederlandse trailer omdat niet bij mij opkomt? Om, uh, om. Bij mij is het gewoon dat ik eigenlijk over het algemeen Nederlandse lokalisatie, van wat het ook is, vind ik altijd gewoon achteruitgang. Nou, maar ik, dat, ik ga naar de Nederlandse film. Dus ik wil de Nederlandstalige film kijken. Maar ja. ik ga niet die trailer kijken. Maar... Het, het komt niet eens in me op. Ik ben al dertig jaar lang gamejournalist. Ja. Ik weet donders goed dat er... Nintendo, nee, nee, maar het staat niet op een Netflix En, nee. ik, en het, het komt niet in op. Ik kan je vertellen hoe het komt. Google geeft het je niet als resultaat. Als ik in YouTube zoek mm -hmm. naar uh, trailer uh, uh, Mario film. Daar komt niet uh, Nintendo Nederland uh, naar voren. Daar komt die trailer van 16 miljoen views. Ja, en hoe komt dat? Omdat Nintendo Amerika gewoon veel meer kliks, veel meer engagements heeft. Ja. En je daar als Nederlandse partij bijna niet uitkomt. Ik denk wel. Als Roel Jansen uh, een Fransman was geweest, Roulette Jansen en dat, dat het verhaal anders was geweest. Want die Fransen die kijken wel allemaal, die zoeken allemaal hun ding. Omdat dat we, zou kunnen, omdat ja, ze Frans, zou... ze spreken geen Engels. Nee, dat zou kunnen. En dan het algoritme uh, uh, biedt je dan een, een, een Franstalige trailer. Ja. dat zou kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat algoritme niet de baas komt. Ik bedoel, daar gaat Roel Jansen niks aan kunnen doen. Dat nee. is gewoon dat is het YouTube uh, algoritme, daar, daar kan hij gewoon niks aan veranderen. Uh, je zou wel je af kunnen vragen of je niet gewoon een. Um... Ja, ik, ik wil eigenlijk helemaal geen idee gaan verzinnen. Ik heb nee, zelf nou, ik, Misschien ik, moet ik het zelf gaan opzetten. Ja, nee, dat... nee, absoluut. Ik, ik ga eens kijken of ik Roel Jans kan bereiken. Want ik vind het wel eens interessant om een keer in de studio uh, te halen. Gewoon van, van hoe die dit werkt. Ik vind het namelijk wel. Ik zie dit weinig. Hè. Ik zie weinig. In de gamesindustrie dat iemand gewoon een open vraag stelt. Van hey, dit is wat er aan de hand is. En waarom is dat zo? Wat, wat, wat hebben jullie voor redenen? Dat, dat, dat vind ik ook voor Nintendo. Wat een vrij gesloten bedrijf is. Ja. Vind ik heel erg tof. Dat hij dat op deze manier uh, doet. Dus wie weet. Um, mocht hij dit zien. En anders ga ik hem al eventjes een DM met je sturen. Ja. Uh, maar het is inderdaad opvallend. Ik uh, ga ook nooit naar Nederlandse social media kanalen toe. Terwijl uh, daar wel mensen achter zitten. Daar mensen ook werk van maken. Maar het komt niet bij me op. Laat het ook even weten in de comments. Hoe jij er tegenaan kijkt. Volgende week nieuwe Piepshow.